Microsoft kwam gisteravond met cijfers. En behaalt een hogere omzet en winst dan verwacht. Maar toch stellen ze ook teleur wat de omzet betrof, dan. Dat is waar 64 miljoen dollar, toename van 15% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig het jaar. En een netto winst met 10% gestegen tot 22 miljard. Hallo. Uh, ik, ik zeg omzet: 64 miljoen. Nee, dat moet 64 miljard zijn, uiteraard. De cloudafdeling Azure die liet een teleurstellende groei zien. En daar moet het van komen: 29%. We gaan over praten met Justin Blekenmolen, beleggingsspecialist bij Linksbeleggen. Justin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hoger omzet dan analisten hadden gedacht. En de winst is ook gestegen. Uh, kunnen, kunnen we die cijfers even duiden? Wat, waar, waar komt dat vandaan? Ja, de verwachtingen zijn natuurlijk torenhoog. Ook de koers van Microsoft was de afgelopen maanden al hard opgelopen. En uh, ja, de aandacht is vooral gevestigd altijd op die cloud divisie van Microsoft. Zeker nu daar steeds meer AI in verwerkt zit. Nou, analisten hadden eigenlijk op een groei gerekend van 31%. En dat viel dus iets tegen. Ja. 29%. Uh, koers ging dus uh, gisteravond in de nabuurshandel hard onderuit, min 7%. Zo. Um, maar daarna herstelden het wel tijdens de Earnings Call. Ja. Wat heeft de CEO daarvoor Moois gezegd dat hij uh, ineens toch de belegger voor zich wist te winnen? Nou, dat was eigenlijk wel grappig. Hij zei eigenlijk, uh, er is gewoon heel veel vraag naar onze diensten, maar we kunnen het niet aan. We kunnen niet voldoende capaciteit uh, leveren. <laughs> Uh, en, en toen heeft hij ook eigenlijk gezegd: van nou, komende kwartaal verwachten we weer zo'n soortgelijke groei, 28 à 29 procent. Maar daarna verwachten we eigenlijk, in de tweede jaarhelft, fiscale jaarhelft, verwachten we dat die groei weer gaat versnellen. Ja. Dus dat uh, ja, mag eigenlijk als positief worden. Gezien. Ja, absoluut. Ja, uiteindelijk ging dan het aandeel in de nabuurshandel 2,5 procent onderuit. Hè. Maar eerst die 6,4 ja. pijn. Als we nou kijken naar Microsoft, Justin, hoe doen die het ten opzichte van Amazon en Google? Die hebben ook grote cloud-divisies. Ja, 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 maar ik zie echt wel dat uh, Microsoft nu een behoorlijke inhaalslag aan het maken is. Uh, kijk, Amazon is altijd de grootste geweest, heeft nu zo'n marktaandeel van zo'n 30 à 31 procent. Maar uh, Microsoft met Azure groeit, uh, groeit harder. Uh, marktaandeel ligt op zo'n 25 à 26 procent. En die afstand wordt eigenlijk uh, kleiner. Want uh, uh, Amazon groeide met uh, Amazon Web Services afgelopen kwartaal met slechts 17%. Ja. En ja, dan doet uh, Microsoft het uh, bijna twee keer zoveel veel. Goed. Precies, veel beter. Even naar uh, het andere: AI, het buzzword in, uh, in uh, alle tech-afdelingen. Uh, tech 8% komt uit AI-services. Maar het heeft Microsoft ook ontzettend veel gekost. Het torenhoge investeringen die ze hebben moeten doen om uh, die positie te krijgen in de AI. Levert het wel ja, genoeg op? Ja. Ja, exact, ja, eigenlijk 8% van de groei van het afgelopen kwartaal kwam uit AI. Ja. Ze maken dan niet exact bekend hoeveel van die omzet uit een intelligent cloud-tak eigenlijk, de, de, mm -hmm. de grootste divisie, uh, hoeveel daar nou precies uit Azure komt, zeg maar. Ja. Want ze hebben daaronder valt ook Windows Services, uh, Nuance en hun stake in GitHub. Uh, maar ja, de omzet in één kwartaal is al 28,5 miljard, ja, als daar maar een deel van AI afkomstig is. Uh, dan dan hey, praten we over ja. grote getallen ja. en ze hebben over de afgelopen jaren zo'n 13 miljard in OpenAI geïnvesteerd, Hè, het bedrijf achter ChatGPT. Uh, dus ja, ik denk dat ze dat uh, dubbel en dwars terugverdienen. Uh, en bovendien waren we die investeringen sowieso wel nodig om mee te doen in het hele AI-verhaal. Uh, ja. Want anders zouden klanten wel naar de concurrenten zijn gegaan. Ja, nou, ze hebben 13 miljard in OpenAI gestopt. Hè. En, en, en zijn nu wat dat betreft wel de toonaangevende partij. Uh, en ja. de, de grote vraag is: op den duur gaan ze daar inderdaad heel erg mee mee cashen. Ja, dat, dat verwacht ik wel. Hè. Maar wellicht gaan ze Amazon wel, wel voorbij als grootste ja, ja, cloud uh, provider. Ja, en dan nog eventjes. Die uh, Amerikaanse game-uitgeving, ik moet dit vragen van Joe van Buurik. Die ja. is onze game-man en doet alle tech-updates. Je kent hem, Justin. Hoe is het met ja. Activision Blizzard? Ja, die overname, dat ja. heeft even geduurd. Hè. Uh, ja. Uiteindelijk toch goedgekeurd. Uh, en daarmee hebben ze natuurlijk hun uh, uh, ja, positie verstevigd in, ja. uh, in de gaming-attack. Uh, uh, daar deden ze lange tijd niet zo heel veel nee. mee. Hè. Maar uh, omzet uit Xbox-content en diensten ja, die groeide afgelopen kwartaal met 61%. En 58% daar was uh, afkomstig door de overname, zeg maar. Mm. En uh, ja, ik verwacht dat ze hier ook wel weer een, een, een enorme groei kunnen gaan uh, maken in de komende periodes. Tja, we kunnen weer toen namelijk even wijzen in Microsoft, want het is niet meer zo heel micro. Dankjewel. Het <laughs> is Justin Blekermode, beleggingsspecialist bij Links Beleggen.